Hier op dit plein voor het stadhuis wordt de demonstratie van Pro Patria zaterdag gehouden, die hiermee willen demonstreren tegen de komst van deze moskee. Maar volgens het linkse Antifa is Pro Patria een extreemrechtse organisatie en moet de demonstratie daarom worden gedwarsboomd. Er lopen er allerlei mensen mee van groepen zoals Identitair Verzet. Die hebben een verleden bijvoorbeeld van het bekladden van Joodse begraafplaatsen, het meelopen met allerlei neonazi-demonstraties in Duitsland. En wij vinden dat een gevaarlijke ontwikkeling en wij vinden dat daar een geluid tegen moet komen. Pro Patria demonstreerde vorig jaar al in de Haagse Schilderswijk tegen IS. Die demonstratie liep toen uit de hand na een confrontatie met de bewoners. De Gouwenaren houden daarom hun hart vast. Nou, ik was niet van plan om hier zaterdag in de buurt te komen. En als u hier toch langs moet? Dan rijd ik wel een stukje om. Was het dan verstandig van de burgemeester om dit door te laten gaan, deze demonstratie? Of het verstandig is, ja, je weet het pas alleen maar als die dag voorbij is. Maar u vindt van niet, merk ik. Nou, eigenlijk niet, want ik verwacht een escalatie. Maar ja, het contactorgaan Moslims en Overheid wil dat burgemeester Schoenmaker de demonstratie verbiedt. We leven in een wat moeilijke context, hè, waarin de spanningen heel hoog zitten. Waarin we angstig zijn voor het feit dat het uit de hand kan lopen. Pro Patria weigert vandaag voor onze camera te reageren.